Hi, hi. Wij zijn vandaag naar de Eihallen gegaan in Amsterdam. En dat is Europa's grootste vlooienmarkt, dus dat belooft wat. Laten we gaan kijken of we hier wat leuks kunnen vinden. In de Eihallen in Amsterdam. En de Eihallen zijn de grootste vlooienmarkt van Europa. Dus ik vond het hoog tijd om daar een keertje heen te gaan. En het was een groot succes. En ik zal vandaag jullie even weer laten zien wat ik daar zoal gekocht heb. Eerst even over hoe ik het vond bij de Eihallen, want ik was nog nooit geweest. Ik hoorde dus dat het de grootste vlooienmarkt van Europa was. En toen Jacob en ik daar rondliep, dacht ik wel van, nou, het is wel groot en ze hebben wel redelijk veel kraampjes, maar ik dacht, er zijn vast in Europa wel grote vlooienmarkten. Ergens in de landelijke gebieden in Frankrijk, dat is vast niet hele grote markten. Dus ik dacht, leuke markt, maar of het grootste is, dat weet ik niet. Nou ja, een fijne paar uur later kwamen Jacob en ik verpakt en bezakt naar buiten en toen zagen we een bordje staan, 2:30. Dus het bleek dat we niet eens de hele vlooienmarkt gezien hadden. Dus nu denk ik eigenlijk wel dat het inderdaad de grootste vlooienmarkt van Europa was. Dus zeker een reden om te gaan. Voor de rest vergeleken met kringloopwinkels vond ik over het algemeen de kwaliteit iets minder. Ik denk toch dat mensen die zelf hun spulletjes verkopen iets meer waarde zien in hun eigen spulletjes. Terwijl het voor mensen bij kringloopwinkels makkelijker scheiden is van, nou ja, dit is echt nog goed genoeg om te verkopen. Dit is eigenlijk een beetje afgedragen. Dit doen we gewoon recyclen, niet in de verkoop. Maar tussen de hele bulk zaten natuurlijk weer een hoop pareltjes. En ik denk dat ik er wel een paar uitgetrokken heb. Dus die ga ik jullie nu laten zien. Ik zal beginnen met iets waar ik een dubbeltje voor betaald heb. En dat zijn deze leuke kleine vogeltjes voor in de kerstboom. En nou ja, oorspronkelijk kostten ze 2 euro en nu betaalde ik er 10 cent voor. Ik zal ze even goed laten zien. Vervolgens kocht ik voor 1,50 euro de DVD van de inmiddels klassieker Alles is Liefde. Blijft leuk, ik krijg hem elk jaar weer minstens 1 keer. Dus dacht ik, nou ja, laat ik hem dan maar kopen. Dan kocht Jacob voor 2 euro het boek Wonderreizen en de reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne. En dat was een heel mooi boek, echt zo'n mooie linnen kaft en blauw met gouden letters. En er zijn ook hele mooie plaatjes in, dus echt een mooie klassieker voor in de boekenkast. Vervolgens kwam ik bij een kraam die volgens mij 2 of 3 meisjes samen hadden, wat heel gezellig was. En die hadden vooral wat mooie jurkjes waar ik erg van viel. En die waren toevallig allebei van de Mango. Maar het was wel zo dat het ene jurkje van één meisje was en het andere jurkje van een ander meisje. En eigenlijk vroegen ze allebei 5 euro voor een jurkje. Maar toen vroeg ik of ik ze samen voor 8 euro mocht hebben. En dat mocht ook. Dus voor 4 euro per stuk heb ik er 2 mooie jurkjes bij. Allereerst deze en die heeft een hele mooie grafische print en deze vond ik ook geschikt voor mijn werk. Dus daar ben ik erg blij mee. Een mooi lekker stofje ook. En daarna kocht ik ook deze wit met zwarte. Nou, die zwarte banden aan de zijkant kleden natuurlijk ontzettend af. Vooral als je voor een zwarte muur staat. En normaal, ik ben altijd heel erg terughoudend als het komt op het kopen van iets wat wit en zwart tegelijk is. Want nou ja, wassen is natuurlijk een drama. Maar ja, voor 4 euro vond ik dit wel zo'n elegant jurkje dat ik hem toch maar heb meegenomen. Hij heeft ook een hele leuke vormhals, vind ik.
was gewoon een wijnkraam waarbij ik als een extra aangetrokken werd door deze glimmende oorbellen. En toen ik vroeger duur ze waren, zei het meisje achter de kraam 1 euro. Dus ik wist meteen dat ik deze mee zou nemen. En toen hing daar ook een heel mooi jurkje, vond ik zelf. Dat was namelijk deze. En hij heeft een zwart onderjurkje met daaroverheen dus zo'n soort van gaasachtige laag met allemaal kraaltjes erop. En ik vond hem heel leuk, jaren 20-achtig, zo'n Roaring Twenties, zeg maar. En daar vroeg het meisje 5 euro voor. Toen vroeg ik of ik de oorbellen en het jurkje samen voor 5 euro mocht hebben. En dat mocht ook, dus ik was als een kind zo blij. En pas net, toen ik thuis kwam, zag ik dat in dit zwarte jurkje nog het originele kaartje zat van de H&M. Denk ik? Ja, van de H&M. En daar kostte die 39,95. Dus aangezien het kaartje op aanhoudt, denk ik dat die nooit gedragen is. En heb ik er maar 4 euro voor moeten betalen. Dus ja, daar was ik erg blij mee. Nou, dat was nog bijna alles. Toen hadden Jacob en ik nog een hele grote aankoop gedaan voor 30 euro. Ik zal er even bij pakken. Dat was namelijk dit glas in loodraam. En ik heb wel eens eerder bij een hal van de kringloper in Almere laten zien dat ik twee gewoon transparante, zeg maar kleurloze glas in loodraam had gekocht. En toen legde ik uit dat ik die voor ons raam wilde hangen, omdat, zodat mensen niet zo goed naar binnen konden kijken. Maar eigenlijk waren die twee samen qua oppervlakte niet echt genoeg voor ons raam. Dus toen vonden we deze en die gaan we er nu tussenin hangen, zodat het wel genoeg is om het grootste deel, of tenminste een groot genoeg deel van het raam te bedekken. Dus daar ben ik erg blij mee, ik vind hem heel erg mooi. En hij is gewoon helemaal intact. Nou ja, en een glas in lood is gewoon best wel duur, dus 30 euro vond ik een hele redelijke prijs. En een hele grote aankoop dus, maar ik ben er heel erg blij mee. En dat was ook het laatste wat we gekocht hadden, dus nu heb je alles gezien. En ik zou zeggen, ga zelf ook eens naar de Eihallen, want het is eigenlijk best wel feestelijk en je vindt er een hoop leuke dingen. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!